Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatar Lock in Omega Ruby samen met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Ja, ben ik. Ja, dat klopt. Je moet naar boven, toch? Ja, je moet naar boven. Moet je... Dan naar links. Naar boven en dan naar links. Ja, oh ja, daar staat die Maxi gast. Klopt. Zeker. Is hier al dat ze de verkeerde pearls gebruiken? Nee, dat is veel later pas. Ik wou net zeggen, dat is toch veel later. Maar dat klopt dus ook. Oké, Poochyena. Hoe ga ik die nou toch verslaan? Ik heb geen idee. Jij hebt vechtaanvallen, dus dat is wel handig. Ja, maar ik ga hem met mijn Aaron verslaan, want dan... ik wil gewoon graag dat hij ooit nog een Laron wordt. En misschien zelfs een Aggron. Dat zou helemaal tof zijn. Dus. Oh, Koffing Easy. Oh, ik wil graag een wateraanval, maar ik heb geen wateraanval. Ja, snap ik. Ja, dit killt wel toch. Ja! En Koffing is ook neer. Goed, de vierde gym. Oh, ik stoor me echt... Sorry? Ik zei goed, de vierde gym, zei ik. Ja, ik stoor me echt aan het feit dat ik... Mijn Aaron heb ik bij Fong genoemd. Maar niet met hoofdletter. Oh, dat is echt kut. Dat ja, is echt weet kut. Ik. Weet ik, vond ik ook. Dus... Waar is de name rate eigenlijk? Volgens mij pas in een stadje na de zesde gym. Waar ook de contesthal is. Oh. Volgens mij hoor, dat weet ik niet zeker. Is maar... Dit is niet Maxi. Hé? Wie is dit? Is dit een of andere admin die ik niet ken? Het is gewoon een Team Magma mannetje. Admin Tabihitia. Oké. Okay. Nog nooit van gehoord. Ook nog nooit gezien ook. Ik denk dat dat een nieuwe is, want ik kom er echt totaal niet bekend voor. Ja, hij is ook verder niet belangrijk hoor. Voor het verhaal. Dat heb ik wel het gevoel, dat ook in Diamond and Pearl, zeg maar, die admins ook voor mijn gevoel belangrijk zijn. Ja, dat klopt. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ja. Dus misschien dat ook een beetje meespeelt dat ik dat gewoon een vet team vind, omdat je inderdaad admins hebt die er echt toe doen. Of nou ja, echt toe doen, dat is ook wel weer overdreven, maar wel meer toe doen dan andere games. Al wel, ja, ik weet niet hoe dat zit in de latere games trouwens. In 6 en 7 al helemaal niet. 6 en 8 bedoel ik. Maar... Ja, in 7 heb je natuurlijk Team Skull, maar daar heb je eigenlijk alleen Guzma die... Oh ja, en je hebt ook die Plumerina of zoiets, toch? Plumeria, hoe heet zij ook alweer, de ene vrouwke? Ja, maar dat is van de Eevee Foundation. Ja, maar die bedoel ik ook niet. Ik bedoel de Team Skull vrouwke... Met die rare... Ja. Ja, met die rare rondjes in haar. Ja. Het zijn niet echt rondjes, maar... Ik wou bijna 7, maar toen dacht ik, maar wacht. Je speelt het niet op een DS. Ik 7 wel altijd gewoon op de normale manier. Hey, ja, ik ook wel. Alleen, ik bedoel, normaal 7 je hem voor belangrijke battles. Dat wou ik nu ook. Toen dacht ik van, wacht. Dat is alleen maar onhandig. Ja. Stel deze file raakt corrupted. Dan, dan zijn we fucked. Dan hebben we een deel, missen we. Ja, dat is... Oeh, hij heeft nu al een mega ring. Of een mega... Niet ring. Zo'n steen. Ja, in zijn bril. Ja. Kan die ook al mega evolven? Nee. Nee. Anders dan was ik wel. Klein beetje bang. Alsnog, ze zijn nu al 25. Dat, Ik ben niet heel veel hoger dan hun.
Dus wel blij dat ik getraind ben. Nou, ik ben ook getraind dan, maar... En na de vierde gym heb je bijna meteen de vijfde gym. Dat is ook wel... scary. Ja, maar die vijfde ben ik niet zo bang voor. Dat is... Ja, jij hebt fight Pokémon. Normal, ja. Ja, jij ook. Jij hebt fun... Oh, je hebt Shroom. Heb jij Shroomish nog? Nee, die ging de eerste keer al dood. Oh. Die ging in aflevering 4 of 5 al dood. Ja, nee, dat is kut. Dat is kut. Nou, schijnbaar moet ik het per se met Muddy doen, want hij doet roar. Nou, oké. Critical hit was dat. Oh, wat een gun doet echt weinig. Doe al met shot, dat doet vast meer. Wat is dit? Oh, dit is Swagger, zeker. Ja. Nou, dan ga je met switching. Oké, Swift is dus echt Twister is echt een slechte aanval. Echt? Ja, doe bijna geen damage. Oké. Kan ik beter gewoon Dragon Rage spammen? Oh ja, ja, je hebt wel Dragon Rage dus. Ja, dat is nu ook niet zo heel handig meer. Nou ja, toch nou, wel. Ja, maar niks is one hit KO, zeg maar. Ja, maar wel twee. Dat is iets. Ik moet even healen. Camerupt. Die is... Ja, ik vind Camerupt wel een vette Pokémon. Op zich. Hij heeft ook een vette shine. Beter dan Trubbish. Of Vanillux. Ja. Of... Wat hebben we nog meer? Die pinguïn met dat ijsblok op zijn hoofd. Oh, die vind ik wel oké. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik vind hem wel grappig op zich, alleen... Ik vind Spritzy en die evaluatie echt gehoor. Vooral die evaluatie. Ken ik die? Dat is generatie 6. Dat is zo'n fairy Pokémon. Ja, Spritzy is een soort vogeltje. Die is dan ook wel oké. Alleen die evaluatie die is echt gehoor. Het is een soort boa, weet je wel? Zo'n sjaal met veren. Oh, ja, nee, die is saai. Ja, nee, ik weet welke je bedoelt. Ja. Dat hoeft van mij ook niet. Oeh, hij krijgt een berichtje. Hij is populair. Ja, gast, hou je kop. Ik heb meer dingen te doen. Oeh, Meteorite. Kan ik daar wat mee, behalve verkopen? Nou, niet verkopen. Die moet je op een gegeven moment aan iemand afleveren. Dat is een key item dus. Heb ik niks aan, weggooien. Ja, gas poeien. Dan poeit me echt niks wat Archie vindt. Oké. Dan kunnen we nu wegwezen hier. Maar die glazen plaat is ook nieuw volgens mij. Ja, dat ziet er allemaal gewoon niet op die manier uit, zeg maar. Dat is hetzelfde als straks die Dying to Pill remakes. Het zal er gewoon allemaal wel heel mooi en anders uitzien, zeg maar. Ja, precies. Ik ben echt benieuwd naar Floroma Town dan, zeg maar. Beter wordt dat echt een hele mooie town. Ja. Oprecht. En Valley Windworks met allemaal windmolens. Ja... Dat lijkt me echt. Dat moet er echt wel mooi uit gaan zien. Ik weet niet. Ja, ik ben echt heel benieuwd naar die Gen 4 remakes. Misschien moet ik eerst even wat zien om te weten van. Oké, het zit goed, weet je wel. Ja, waarschijnlijk op mijn verjaardag komt de trailer. Dus. Oh. En nu ga ik een kutte vraag stellen. Maar. Ja. Op dezelfde dag als dat Pokémon jarig is. Oh, ja, dat had ik kunnen weten. Ja. Oh, dit heb je eerder gezegd. Oh, nu voel ik 27 februari is dat. Dat klopt, yes. Ja. Ja.
En net als Pokémon, word ik ook 25. Je hebt het gewoon perfect getimed. Ja, echt, hè? Dat is echt heftig. Dat is echt heftig. Ja, zeker. Gewoon op mijn geboortedag kwamen Red en Blue uit. Wauw. En toen zat jij al aan de Pokémon. Kijk. Je moet op A drukken. A. Want ja, veel meer is het spel ook niet. Nee. Totdat je Nuzlocke gaat doen, dan ben je ineens super fucked. Want je kunt alleen maar op A drukken in deze game. Ik ben inmiddels tegen Flannery aan het vechten. Hey, Hiker, ik wil tegen je vechten. Oh, ben jij daar al? Nee, daar ben ik nog niet. Ah, ik ben nu tegen een Hiker in die Jackpath aan het vechten. Oké. Okay. Ik weet niet of dat... Je komt een beetje in de buurt nu. Alleen jij moet de hele gym straks nog doen natuurlijk. Ja, maar dat is zo klaar. Dan zet ik wel eventjes je Mudkip voorop. Of Swampert, nee... Marsdomp, hè. Nou, ik heb ze allemaal gehad. Nou, weet je, ik kan best wel ver komen omdat ik gewoon elke keer Dragon Rage kan spammen. Ja, tuurlijk. Dat scheelt wel. En aangezien Gyarados best snel is. Ja, dat scheelt. Dat is wel een voordeeltje. Maar Sander, jij bent pas 2 Pokémon's kwijtgeraakt. Ik ben wel trots op je. Ik ben tevreden. Tot nu toe. Takedown. Oh, takedown. Wacht, die is eigenlijk helemaal niet zo heel goed voor. Nee. Bah. Nee, ik ga het niet doen. Nee. Ja, maar op zich is hij wel goed, alleen... Ja, de recall, dat is het vooral. Yep. Ik kan hem bijna alsnog voor Iron Head... Dat ik dan weer op A... druk, zeg maar. Goed, ik heb Flannery verslagen. Oké. Okay. Oeh, een Pokeball. Door alleen maar Dragon Rage te spammen. Hier is een trap naar beneden. Ik denk dat ik nu terug ben in... Ik ben nu in route 112 en nu in Leverage Time Town. Ja, oeps. Ik moet naar Flarbertown, toch? Voor Flannery, of niet? Nee, je bent in de juiste town als het goed is. Ah. Flarbertown heeft geen gym. Dan. Nee. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat het andersom was. Dan zeg ik, dit is echt mijn slechtste generatie. Gek genoeg. Hoe durf je? Alhoewel, ik denk dat generatie 6 nog slechter is. Ja, die heb je echt nooit gespeeld, toch? Nee. Daar heb ik echt zin om die met jou te doen. Ook omdat ik dat leuke games vind. Ja, dat... En nu ben ik wel benieuwd. Oh, dit was dom. Ik zit nu wel met de gympuzzle. Ja, is niet zo heel moeilijk. Oh, ik word gewoon gebracht naar Paddleburg. Dit is echt chill. Dat was allemaal in de oude games niet. Nou, dat mee gewoon naar je toekomst. Zeg van, yo, wil je naar Paddleburg? Ja, nee, het was meer zo van wat? Oh, dat wordt allemaal gewoon voor je gedaan. Yep. Zo, aangezien je bij Verdant Turf is het ook al... Kun je toch ook zo naartoe lopen. Dus ik zou denken van, ja, dan brengen ze je er niet helemaal naartoe. Schijnbaar wel. Dus meteen gym 4 en gym 5 achter elkaar, rotse vlot. Ja, precies. Geen gezeik. Nee, precies. Het wordt wel spannend, maar we gaan... Dan zijn jij straks 2 gyms verder. Ah. De speedroom of de... Hoe is... Actual. We gaan voor de speedroom. Oké. Okay. Een water gun tegen een nummel. Dus dat is 4 keer effectiveness, hè? Ja. Yeah. Dat killde... Niet. Het was 3/4 damage. Echt, ik haat Water Gun. Echt hoor. Je hebt tenminste een wateraanval. Dat is waar. Oeh. Ja, ik kan ook beter... De levels zijn ook een stukje hoger bij de 5e gym. Ja, dat zal wel. Dan kom ik niet ver meer met Dragon Rage. Nee, maar sowieso. Slaking heeft natuurlijk... als je tegen de gym gaat, heeft Slaking ook... zieke... Hoe heet het? Zieke levels. Yup. Hij heeft wel geluk dat hij True Hand heeft.
Ja. Dus dat hij maar één keer in de twee beurten mag halen. Het is basically gewoon een legendary waar tegen je tegenvecht qua stats. Echt hoor. Oh, oh. Holy damn, een ninja boy. Maar goed dat ik net mijn Pokémon switched heb. Een Koffing, dat is geen fire type. Oké. Okay. Maar Mudshot is wel super effectief. Levitate! Oh, waarom vergeet ik dat? Ja, Zero Deduction Room of the Defense Room. Aan voor de Zero Deduction Room. Oh, please. Oké, okay. Dat is de fact. Iron Head en dood. Ga neer, Koffing. Doe eens lief tegen Koffing. Wat? Doe eens lief tegen Koffing. Oh, Koffing. Sorry dat ik je dood maak. Sorry, Son. Er was hem toch ook zo'n Koffing meme of zo? Koffing AE of zo? Geen idee. Ik heb die nooit begrepen. Ik snap hem oprecht niet. Oh, ik ga ook de verkeerde kant op zie ik nu. Want je kon zien dat je daar niet verder kan. Hey. Gewoon kijken in deze gym werkt ook al. Ja, het is best wel een simpele puzzel, zeg maar. Oh nee, moet ik wel die nemen? Wacht, nu ben ik wel confused. Tjowel. Wacht, kun je daar... Ah, dan kun je daar wel overheen. Lopen, zou ik niet verwachten. Maar... We gaan de strength voor. Oh, je kunt nog eentje verder pakken. Ah, kijk. Ik dacht al van, hè? Dat heeft toch geen zin, maar dat had ook niet. Dat is leuk, maar... Je gaat herhalen. One hit KO, lekker dan, lekker dan. Na deze, na de vijfde gym krijg je wel surf. Dus dat is voor mij, biedt dat weer veel mogelijkheden om Pokémon te vangen. Oh, dat is wel fijn. Dan ja, moet je even die gym niet doodgaan. Het liefst. Ja. Zou je dat willen doen? Ik moet hierna moet ik tegen de gym leaden. Ah, oké. Okay, ja. Nou, ik hoop oprecht dat je niet doodgaat. En dan krijg je daarna zoveel mogelijkheden om Pokémon's te vangen. En dan komt het helemaal goed. Dan halen we het einde. Dat hoop ik oprecht. Ik heb nog een grote... Meditite? Waarom heeft deze gast een Meditite? Dat slaat toch nergens op? Het is een Fire Gym gast. Ja, maar misschien kan die wel een vuuraanval. Ja, boeien ruurt. Oh, hij doet Fire Punch. Oh, nee. Nee, ik vind het wel bullshit. Maar ik had nog een vraag, hè. Wil je tot en met de ding spelen? Tot en met de Elite 4, zeg maar? Of wil je ook de Delta-episode doen? Oeh, dat is een goede vraag. Nou ja, ik heb die Delta-episode nooit gedaan. Dus op zich lijkt het me ook wel vet om een keer te doen. Ja, lijkt mij op zich ook wel vet. Ligt een beetje aan hoeveel Pokémon ze nog over hebben. Ja. Hey, Flannery! Oh. Wat? Oh. Ik dacht dat ik er was. Nee hoor. Nee, zo maak ik ga dat nou ook weer niet. Wat nee, is dat gebeurd? Werd je weer hard genaaid? Nou. Nee, ik wist gewoon niet hoe ik daar kwam. Schijnbaar. Oké, okay, deze Ace Trainer, kom op. Oh, weer als je geen Fire Pokémon hebt. Oké, okay. Nee dan. Goed, ik ben bij Norman. Ik ben echt bijna bij Flannery. Ik voel echt alsof jij ook weer dik hebt ingehaald. Ja, maar je echt, als je de gym uitloopt, dan word je meteen geteleporteerd naar deze. Ja, oké, okay, dat is waar, dat is waar. Kecleon? En ik zal het begin van volgende aflevering wel eventjes gebruiken om wat Pokémon's te vangen. Ja, precies. Dan gaat het vanzelf wel weer, trekt het wel weer recht, ja. Vidaltrow, let's go. Oh ja, hij mag eerst bij Vidaltrow. Oké, okay, Norman, let's go. Maar niet KO. Oh, hij begint meteen met de slaking. Hij heeft twee slakings, of niet?
Blinde bandiet level 32. Let's go. Dat is wel chill. Oh ja, nu ben ik bij Flannery bijna. Ik moet nu alleen nog één stapje naar links. En die gast verslaan. Oké. Okay. Ik wou hem nog ontwijken, maar nee, dat kon niet. Yeah. Ja. Zeg, hij is zo dood, dus ik moet ook niet zeiken. Oh, Jant, dat is kut zeg. Oeh. Eigenlijk moet ik even switchen nou. Ja. Ja, want je bent niet meteen asleep bij Jan, toch? Nee. Dat duurt altijd één turn en dan... Heb ik ook altijd. Daar gaat die man... Oh, hij doet Hyper Potion. Wat kut, zeg. Ineens. Ja, dat is kut. Dat is kut. Hyper Potion ook echt. Ja, dat moet met Slaking ook wel natuurlijk. Even kijken of dit meer damage doet. Ik verwacht het niet, maar... Nee. Oeh, zijn defense gaat daar wel mee omlaag. Ik ga gewoon Rock Smash doen, dan gaat zijn defense van omlaag. Fuck, wat is er mis met Flannery? Alles. Ja, nou, dat merk ik. Zo is hij in de originele games ook, hoor. Ze schreeuwt helemaal, jong. Ja, zo is hij in de originele games ook. Oh, echt? Oh. Yep. En in de anime ook. Valt me niet zo op, maar... Nou, in de anime wist ik wel ook dat ze apart was, maar zo apart. Dat ze random gaat schreeuwen, terwijl ik recht voor haar sta, nog niet eens 1 meter van haar verwijderd. Terwijl het 1,5 meter zou moeten zijn, maar goed, terzijde. Oh, dit is weer jong. Die nummer, zeg maar, levels 26. Ik had echt verwacht dat die... Dat zij veel hoger level. Sorry. Ik heb 1 slaking verslagen. Oké. Okay. Heeft hij hier meerdere slakings? Ja, volgens mij heeft hij 2 slakings en een figure off, denk ik hoor. Ja, ik wist dat hij 1 figure off had. Maar ik dacht ook nog een slack off, maar dat... Nu komt een figure off. Ik weet nog dat Max helemaal boos werd toen... hoe heet het? Toen Ash won van... Norman. Want mijn vader heeft verloren, hoe kan dat nou? Kijk, mijn ziel zijn. Sorry, Max. Weet je, ik denk dat ik die figure rod nog moeilijker vind. Dan ja, want die heeft geen true arm, toch? Of al wel? Nee. Ja, dat is het gevaarlijke. Blijfong, level 29. Oh ja. Yeah. Nog 1 leveltje. Oh, Marstorm gaat evolueren. Holy damn. Nice. Had ik nog niet eens nou over nagedacht, joh. Yes. Oh, moet ik op A drukken? Hij doet niks. Oké, de Figuroth is ook dood. Ja. Ja, ik nog slaking. Dat dacht ik al. Ja, hij heeft 2 slakings en een Figuroth. Die tweede slaking is volgens mij ook best wel hoog level. En hij leert bij evolueren niet eens een move. Nou, wat belachelijk dit. Zeikert. Nee. Klopt. Hoor ik vaker. Ja, ik moet het niet zeggen. Overheat, dat is wel chill voor mijn nummer. Kut, ik hitte mezelf. Oef. Kan ik nu niet achter haar langs? Nee. Oh, wat kut dit. Oh nee, je kunt natuurlijk gewoon naar onder springen. Dat is chill. Ik moet even switchen. Hey May, breng je me nu naar Paddleburg City? Where the grass is green and the girls are pretty. Huh? May komt daar niet vandaan. Wel, May komt daar wel. Oh nee, in deze game niet. May komt toch... ja, maar... hoe heet het? Norman is toch je vader in deze game? Ja, oh ja. Ja, oké. Okay, als... In dat opzicht, ja... Hé, hey, dat is een gym. Is dat zo'n gym-building waar ik wel eens van heb gehoord? Dat klopt. Ja, die ken ik wel. Nou, ben je toch bijna bij mij. En ik... Ja, het ging makkelijker dan verwacht. Ik ga toch wel eerst even healen.
dan loop ik niet te ver voor natuurlijk. Dus ik de hele tijd doorgaan met de game, hè. Swagger is echt kut als je dat doet. Want dan boost je attack, zeg maar. Alleen dan ben je geconfused. Dus als je jezelf dan hit, hit je jezelf fucking hard. Yep, dat is kut. Oké, hier op de deur staat toch wat het is? Een ja. Currency room? Nee, dat wil ik niet. Ja, dat had ik ook. Speed room, ja, sure. Speed vind ik wel oké, met een umbrella-lampje. Ja, ik heb echt geen zin om alle attacks te missen. En een Delcatty, dat is easy kill. Gewonnen! Ik ben blij. Dan loop ik oprecht echt niet ver van je weg. Oh, wat? Hij doet X-speed en alsnog ben ik eerst. Nice. Loser. Sorry, dat moest. Deed je niet gewoon een priority move? Shape of an L on her forehead. Maar deed je niet gewoon een priority move? Ik denk niet dat Force Palm priority is. Maar... dat weet ik. Zero Reduction Room, wat is dat? Ja, wist ik ook niet, maar die heb ik wel gekozen. Ja, andere was Defense, dus. Brutality. Wat was het? Weet niet meer. Nou, dan ga ik wel gewoon tegen die gast praten. Oh, de volgende is maar één keus. Dat is wel jammer. Parker. Oké. Okay. Oh, Lino, een easy kill. Zeg ik ook bij alles, maar goed. Guard spec. Oh, dat is zeker voor crits, of niet? Volgens mij wel, ja. Ik weet niet wat dat met reductie te maken heeft, maar goed. Ik ook niet. Strength room. Oeh. Oh, wat? Hij deed het niet. Oh, ik drukte dan nu natuurlijk op het pijltje naar voren. Oh, wow. Dus dan gaat hij natuurlijk de hele tijd wisselen. Hoe bedoel je? Nog zijn boost. Easy. Of, dit is niet hetzelfde als Six Second. Of Linoon, bedoel ik. Voorspan. Kijk, oh, met surfing kan je hem niet krijgen. Sad. Een Sengoose met full attack, dat vind ik wel best spannend. Behalve dat ik als eerst was, maar... Anders was het nog best wel spannend geweest. Zuko? Oh nee, Zuko is mijn nummer natuurlijk. Duh. Ik bedenk me ook net dat je hebt toch ook magma stuurder. Hoe heet die ene? Wauw, ze teleporteren je weer. Holy shit. Ja, Bolin, ja. Ja, ik had beter normal Bolin kunnen noemen, aangezien magma. Grond en ground is logischer, maar goed. Boeien. Hé, hey, het is mijn vader. Norman. Hallo, pap. Hoi, ben ik op tv? Oh. Nee, niet. Denk het niet, jammer. Nee. Oh, hier heb ik ook kom op. Niks aan. You got 14 bitches. Dan mag je eindelijk tegen mij vechten, want ik ben een egoïstische vader die zegt, nee, 14 bitches hebt. Yep. Terwijl, volgens mij die order maakt... Volgens mij... Niet echt uit, hebben ze toch een keer gereveeld. Hoe bedoel je? Dat je elke gym leader, zeg maar, in elke order mag doen. In de anime wel, ja. Hebben ze dat niet... Ja, maar volgens mij hebben ze dat toen ook gereveeld met die ene Origins? Ja, klopt. Pokémon Origins? Dat klopt. Dan zie je Brock een aantal Pokéballs pakken en dat zou dan omdat hij het eerste... Ja. Oké, blinde bandiet. Dat zet ik in, want die heeft echt vet veel HP. Stacking heeft vet veel attack, dus... Faint attack. Oh, dat doet echt niks. Okay. Vital throw. Oh, dan ben ik wel altijd als laatst. Mived truant. Dat scheelt. Oeh, een 2-hit KO.
Jammer. Jan, oké, dan moet ik straks switchen. Naar Brooklyn. Ben je bijna klaar met jouw battle, of niet? Ik moet nog één Slaking en nog één Figgerwolf. Okay. Je bent al met Norman bezig? Ja, ik ben tegen Norman, ja. Heftig. Ik vind het wel leuk. Als ik win. Figgerwolf, oké. Okay. Ik ga heel even opzoeken waar je de... Het zal met voorspan geen 1-hit KO zijn. Maar ik heb wel hoge speed. Oh, wel een 1-hit KO. Easy. Nice. Lekker dan. Mind reader, nee dank je. Keep old moves, ja. Yeah. Even kijken. Beefong is level 30. Yes. Dan evolueert hij straks. Dat is chill. Of ik heb het verkeerd onthouden dat hij niet op level 30 heeft nu weer. Maar daar gaan we eventjes niet vanuit. Oh jawel. Daar gaan we wel vanuit. Oh. Oh. Zet. Swagger, oké, dit vind ik game confused, niet in hetzelfde. Ah! Weet je wat er gebeurde? Je hitte jezelf. Ja, hoe raad je het? Maar hij heeft eerst Truant, dus ik kan nu switchen naar Fungi en dan weer terug. Oké. Of ik ga nu risken en ik ga Forspan doen met Pulloon. Hij doet Tracker. Nee. Oh, dat was te erg risk. Yes! Niet in hetzelfde, dat is zo chill. En 1-hit KO. Oh, wat een geluk heb ik, zeg. Was het ook? Oh, niet hem. Altijd hetzelfde liedje mee houden. Ja, dit was wel echt geluk. Dit geef ik toe. Hij evolueert niet bij level 30, Aaron. Niet? Dan was 33 of 32. 32 denk ik, ja. 32 denk ik dan. Ja. Goed, is het dat tijd... Dat zoek ik tussen de afleveringen wel op, joh. Dus geen probleem. Zullen we de aflevering beëindigen? Ja, ga je gaan. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet Sander's kanaal te checken in de beschrijving. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.